Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing heeft een evaluatie gemaakt van de stand van zaken in de door watersnood getroffen gebieden in Brokopondo. Dit gebeurde tijdens een veldbezoek op zaterdag 28 mei. Het NCCR deed het district aan met vertegenwoordigers van het crisismanagementteam van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Het voornaamste doel van het veldbezoek is om de noodhulp efficiënt te doen verlopen. Tot nu toe, of laat me alvast zeggen dat ik het een heel goed gelegenheid vind om als lid van het Nationaal Crisismanagement Team zelf aanwezig te zijn. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld je beter te verbinden met de mensen, want je ziet die dingen via social media. Je hoort zoveel zaken, maar als je er zelfs bij bent, dan heb je eigen oriëntatie. En de actuele ontwikkelingen die ik heb gezien is dat NCCR bezig is op het veld. Ik heb ook gezien dat vanuit het team van NCCR dat er hard gewerkt wordt. Kijk, mensen in nood willen graag geholpen worden en hoe eerder, hoe beter. Maar vanuit NCCR zelf wordt er heel hard gewerkt en de resultaten zijn daar. Bijvoorbeeld, ik heb gezien waarbij er ruimte vrij is gemaakt voor de school die onder water is gelopen, dat de kinderen toch wel kunnen genieten van onderwijs. Ik heb ook gezien dat er vandaag weer pakketten geleverd zijn, natuurlijk aan de hand van de behoeften. En zo probeert NCCR in te komen waar nodig. Ik weet niet als ik het mag verklappen, maar in het team is ook besproken dat we komend week, uiterlijk vrijdag, al operationeel moeten zijn vanuit het nationaal team zelf om de verschillende gebieden aan te doen en de behoeftes zo tegemoet te komen. We maken nu kleine stapjes, omdat we eerst moeten communiceren met elkaar. Dinsdag zijn er vergaderingen gaande. Elke dag hebben we een meeting met het NCCR. Vandaag is zaterdag, maar we zijn op het veld vanwege het feit dat het werk uitgezet moet worden. En daarvoor is communicatie echt belangrijk, zodat we op één lijn kunnen staan. Wij die vertegenwoordigers zijn vanuit onze ministeries, moeten rapporteren naar de minister. Het lijkt wel op een te lang traject, maar we moeten op één lijn staan voor wat de communicatie betreft, om zo succesvol werk te kunnen afleveren. Om eerlijk te zijn, moet ik aangeven dat het crisismanagementteam op het ministerie niet al te lang is geïnstalleerd. En dat wij zelfs ook bezig zijn de communicatielijnen een beetje anders te richten, zodat het effectiever kan werken bij de aanpak van dit alles. Kijk, wij zijn Suriname, toch? En wij gaan het met z'n allen moeten doen. Het gaat niet alleen om de gebieden die onder water zijn gelopen, maar het is iets dat ons allen treft. We gaan bij elkaar moeten komen. We gaan onze mond moeten gebruiken om op te bouwen en niet om af te breken. We gaan ons moeten inzetten om een positieve bijdrage te leveren tot de oplossing van dit alles. Dat is mijn boodschap. Laten we samenwerken. Laten we samen bundelen. Laten we ervoor kiezen om bewust negatieve en afbrekende zaken achterwege te laten en te gaan voor het hoger doel. En ik denk dat het hoger doel gewoon te maken heeft met dat alles weer in orde komt met die mensen en dat de gemeenschap geholpen wordt, zij die getroffen zijn. Want vandaag zijn hun het, maar morgen kunnen wij het zijn hier vanuit Paramaribo.